Yo, ik ben Mauro. En ik ben Anne-Marie. En ik ben Sven van Svenergy. En vandaag zijn we in België. Ja, we zijn vandaag in België en we zijn hier op zoek naar een verlaten kerk. Waar blijkt super mooi van binnen te zijn. Ja, waar alle beelden staan. Ja, daar willen wij zien. Ja. En vergeet ook niet, ja, we zijn hier met Svenergy. Dus ben ook niet bang om op zijn kanaal te kijken. Hij doet ongeveer dezelfde dingen als ons. Dus kei tof kanaal. Nou, laten we dan meteen maar eens gaan kijken, jongens. Ja, yes. Let's go. We zijn dus nu op de plek bij de kerk. Daar hebben we ergens een houten plaat. Kun je als het goed is aan een kant schuiven. En dan komen we in de kerk dus. Kom mee, zou ik zeggen. Ja, we zijn dus nu binnen. We konden dus de plaat aan de kant schuiven. En ik hoop dus echt dat we nu de kerk binnenkomen. Want ze hebben hier al, ik denk, 3/4 van het hele gebouw. Plus het ziekenhuis hebben ze al gesloopt dus. Nou, deze kapel, oftewel een kerk met een ziekenhuis, wat eraan heeft gezeten, / weeshuis eigenlijk, komt dus uit 1855. Dus dat is al een heel oude kerk. Ze hebben toen het ziekenhuis er helemaal omheen gebouwd. Nou ja, dat vind ik toch wel heel interessant. Laten we toch eens even de kerk van binnen gaan kijken. En hier achter ons zijn grote schilderijen gemaakt in 1863. Ja, daar staat deze kerk bekend om zijn mooie standbeeld en mooie schilderijen. Nou, dan weten jullie dat ook meteen. In 1933 hebben ze dus heel deze kerk weer helemaal gemodificeerd. Nou, namelijk helemaal gerestaureerd, een soort van. Ze hebben natuurlijk de belangrijke dingen laten staan wat een monument is. Want dit is ook een monument. Ze mogen dit namelijk niet slopen. Ze hebben het omheen wel al gesloopt, dus het ziekenhuis is er niet meer. Maar ja, daar blijft natuurlijk deze mooie kerk wel over, hè? Ja, ik heb nog foto's gezien van dit kapel. En dan blijkt ook nog dat er een ziekenhuis buiten staat. En die gaat daar op. Holy shit, dit is hem. Dit zal wel de bonden. Hier staat het. Dus hier staan dus de bedjes nog. Ja, holy shit. Ja, dus. Dit is echt creepy, man. In een kerk? Ja, wat moet dit nou in een kerk? Ja, dat vind ik dus ook raar. Wat moet dit? Dit heeft dus gewoon in het ziekenhuis gestaan. Daar heeft dus misschien iemand gewoon hier binnen neergezet of zo. Of van de mensen. Maar hier zat toch een ziekenhuis langs, dus ik denk dat. Ja, ja. Maar hier ding hebben geopereerd. Weet je wat het is? Misschien ruimte. Als er iemand is overleden, moeten ze die mensen ook kwijt, hè? Ja, dus ze hebben waarschijnlijk hier al die overleden mensen gelegen, op die bedjes hier. Holy shit. En die hebben ze toen misschien in de kist gelegd. En zoals Marvin dus al zei, vermoed ik dus dat dit een soort bijziekenhuis was waar ze de overleden mensen oftewel deed borgen in een kist, oftewel hoe ze hier op het schilderij erbij lagen. Ik vind het wel vreemd dat dit schilderij hier in deze ruimte staat. Aangezien dit eigenlijk een soort van voorbeeld is hoe ze dat in de kerk deden. Wat is dit dan over ruimte? Hey Sven, zie je dat hier? Oh shit, biechtokjes. Ja, hier ligt ook nog allemaal kleding en zo. Ja, wat? Ja, hier kan je dan gewoon in. Nee, dat is daar heeft een beeld in gestaan. Ja, ja, dat is Jezus. Dit is wel zo'n biechtok. Hier, check. Hier kan je gewoon in. Ja, dat is wel hier stond de pastoor er gewoon voor, hè, hier. Ja, of die zat erin. Of zo, of die. Maar dat is vreemd, want normaal zie ik altijd biechtokjes langs elkaar zitten. Zie je? Hallo.
Wat ik hier dus gevonden heb, er staat geacht mensen komen in het mortuarium. Een laatste groet brengen aan uw geliefde van wie u met afscheid... Holy shit. Dit, hier is misschien dus ook gewoon een mortuarium geweest. Zoutjes. Dat is echt... Wat de fuck? Er staat ook niet gebruiken op. Hier, kijk. Hey, staan er al wat namen in? Nee, er staat niet gebruiken, man. Kijk maar. Teksten in de schuif. Kijk, niet, ja, niet gebruiken. Maar niet op gebruiken. De voorkant staat dit. Ja. Deze is nou net deze kast open. En als ik hem open krijg, hier liggen er allemaal spullen in van de pastoor. Zakdoeken en allemaal kanten doekjes. Ik zag hier. Wat is dat? Ja. Een zakje of zo. Ik weet niet. Maar ik zag hier ook iets in de onderste la liggen, man. Een zakje in de onderste la. Er liggen. Wat is dat? Hey, dat is dat ding waar hij altijd om heeft, man, of niet? Ja, dat is hem, ja. Holy shit. Oeh. Dit is zo om, zo'n soort van sjaal. Ah, ik doe hem niet aan de vlies, maar... Een soort van sjaal of zo. Heilige sjaal. Ja, ik ben er helemaal niet in thuis, jongen, in die kerk, shit, man. Dit was het, mensen, een nieuwe video van Exploring TV. Ja, ik vond het een super spannend avontuur en ik vond het ook, ja, een hele mooie kerk. Dat was echt super mooi. Ik heb eigenlijk de kerk zelf gezien, al die beelden. Dat is wel tot nu toe. En dat was een van de mooiste kerken die ik gezien. Want ook dat Maria beeld had zo'n goede diepte, weet je wel. Ik weet het. En als jullie al niet, als jullie nog niet op Zwent zijn, zo, deze kerk nou ineens. Nou, maakt allemaal niet uit, doe niet van die blauwe duim ook. Dan hit die abonneer van zo hard als je kan. En zien we jullie volgende week. Ciao. Later. Before you go, don't forget to like and subscribe to Exploring TV.